Moeten we het wel allemaal zo serieus organiseren. Exact. Als je moet dat het het wel, allemaal halen, op dat presteren ja. uh, leggen. En uh, moeten we niet meer be bezig zijn met het ontwikkelen van de, van de kinderen. Welkom bij de Slimmer presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Likra Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over kinderen slimmer laten sporten volgens inspanningsfysioloog Tim Takken. Nederlandse kinderen lijken steeds moeizamer in beweging te krijgen. Maar er zijn er ook juist die heel goed in hun sport willen worden en daar veel tijd in steken. Hoe zorgen we voor een sportieve volgende generatie en waar moet je op letten bij het trainen en begeleiden van jeugdige sporters? We vragen het onze special guest, inspanningsfysioloog gespecialiseerd in kinderen, Tim Takke. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Gerrit. Daar zijn we. Ja. Een uh, mijlpaal, aflevering 101. Ja. En er is iets anders nu. Er is iets ja. anders. Ik zit op een andere plek. Wij zitten naast elkaar ja. op ons kleine bankje. Ja, dat heeft Want uh, we kunnen niet ontkennen, er zit een gast in de kamer. Ja. Ja. Tim, Goedemorgen. Goedemorgen Tim. Ja, Goedemorgen ja. mannen. Welkom in de slimme Presteren podcast. Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging om vanochtend hier te komen spreken. Ja, ja, ja spreken met ons, lekker een kop koffie ja, te drinken. Even. Om eens te kijken hoe we op zoek gaan naar een gezonde volgende generatie. Mooie ambitie, Jurgen. Ja. Even niet tips voor de amateursporter. ...maar juist voor die, uh, die generatie om ons heen. Zeker, en misschien de, de ouders van... Uh, trainers. De ouders, trainers, coaches. Dat soort of mensen, ja. ja. Um, voordat we de diepte ingaan, even leun ik op jou. Ja. Onze gast, Tim Takken. Wie is dat? Ja, Tim ken ik. Hij um, zit erbij. Um, <laughs> ja, volgens mij is het uh, 2015, 2016... ...hebben wij contact gekregen omdat ik... Uh, ...ik weet niet precies... De, de, ...de reden was dat jij een beweegrapport had geschreven... Weet ik, voor kinderen. En daar was ik heel erg geïnteresseerd in als journalist. Van uh, wat daar nou uitgekomen was. Uh, toen ik, ja, het was een gedegen wetenschappelijke artikel. Wat eigenlijk vertaald moest worden naar uh, ja, het publiek. Hey, uh, en dat is jouw rol, hè? Ja. Toen al. En, toen, uh, ja, en, en uiteindelijk dacht ik, Tim Takke, Tim Takke. Ah, maar ik ken jou wel. Want jij hebt ooit het befaamde boek uh, Wielrennen en Wetenschap geschreven. En dat had ik ook thuis liggen. En toen, uh, sindsdien, hebben wij, denk ik, wel een beetje contact gehouden. Ik kom elkaar af en toe tegen bij uh, meetings van de Vereniging voor Daar Zijn we bij lid van. Ja. ja, dan zit er volgens mij ook nog een linkje met, met Guido, die uh, met jou wat cursussen geeft. Ja. Nou ja, nou eigenlijk de trigger om dit te doen, denk ik, we hebben honderd afleveringen gehad. Over de zin en onzin van van alles en nog wat. Maar die zijn toch met name gericht op studies die uitgevoerd zijn bij volwassenen. En daar weet ik inmiddels wel het een en ander dan vanaf. Daar kan ik wel van zoeken. Maar kinderen weet ik heel weinig vanaf. En dat heeft ook te maken met vragen die we krijgen van onze luisteraars. Onder andere eentje van Ed Blok is dat herhaaldelijk geweest. Die zelf kinderen traint. En dan eigenlijk gewoon aan onze vraag stelde. Ja. Kunnen we nou bijvoorbeeld kinderen gewoon zien als, als kleine volwassenen? Of zijn volwassenen eigenlijk grote kinderen? En kunnen dus dezelfde principes daarop toepassen? Denk ik, nou, Fascinerend. Laten we daar maar een aparte ja. aflevering aan, aan dus wijden. Dus Tim, laten we maar gelijk eens even aftrappen. Zijn kinderen kleine volwassenen? Nou, ik zou zeggen, daar doe ik al 23 jaar onderzoek naar, en er zijn heel veel overeenkomsten, maar er zijn ook een aantal duidelijke verschillen tussen kinderen ja. en, en, en volwassenen. Dat onderzoek nog even, want jij zegt: ik doe een onderzoek. Wat doe je precies in het dagelijks leven waarom jij uh, ja, dat al 23 jaar doet? Also, in het dagelijks leven ben ik inspanningsfysioloog in veel minder kinderziekenhuis. En uh, doen onderzoek naar, uh, naar het bewegen, hè, inspanningscapaciteit van, van kinderen. Er zijn vaak ook kinderen met uh, chronische ziektes of uh, kinderen die uh, bepaalde beperkingen uh, ervaren. En uh, nou ja, uh, uh, ons onderzoek is om te kijken uh, wat, wat is nou precies aan de hand en hoe uh, zouden we dat uh, slimmer uh, beter kunnen doen. ja. ja. En je zegt al, het zijn in heel veel aspecten lijken ze op volwassenen, maar in specifieke dingen zijn ze anders. Nou, plaatsen we dat vandaag natuurlijk in de context van sportende kinderen. Ja. Als we specifiek naar sport kijken, wat zijn nou belangrijke verschillen die je in je achterhoofd moet houden? Ja, kijk, er uh, ja, de, de, de zijn heel veel, heel veel verschillen. Kijk, maar wat waar, waar je uh, moet kijken he, naar, naar de groei en ontwikkeling. En de groei en ontwikkeling gaat zeg maar, ook niet uh, zeg maar lineair. Er gaat meer horten en stooten. En, he, op momenten dat, uh, dat je heel erg snel groeit. Ja, dan moet je ook weer maar qua sport even gas, uh, 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 gas terugnemen. Maar vaak is dat wel in een periode. Uh, ik knik meteen. In ja. de, maar waarom eigenlijk? Nou ja, daar, daar kom je eigenlijk op. Kijk, de, uh, uh, je hebt wel een grote. Op blessures. Die kinderen, als je in een jaar 10 centimeter groeit in die groeispeurt, ja, weet je, de, die, die botten die, die, die groeien en je pees en je spieren moeten meerekken. En dat is een soort hele stiek, wordt dat meegerekt. En als je gewoon nou ja, volle bak doorgaat, ja dan krijgen last van die knieën, van de enkels en, en, en dat soort vervelende blessures. En als je net wat gas terugneemt, op die moment heb je dat waar eigenlijk geen last van. Maar het probleem is vaak weer dat er gebeurt die groeispurt in een periode dat er wel wordt gekeken naar selecties. dan wordt het een beetje serieus. Van Je twaalf tot je veertiende. Als je die groeispeurt er is, dan wordt vaak het sporten serieus. En dan wordt gekeken naar wie in de A en de B. Voor wie blijft het hobby en wie heeft de potentie om in de te komen. Dus dan is het wel van nou, het is nu belangrijk om goed te presenteren... En is het toch weer lastig om te zeggen, nou, weet je, nu doen we even wat, uh, wat, wat rustiger. Voor je dat dat eigenlijk zou zijn. moeten. Hè? De ja, leiders ja, ja, ja. of trainers van jeugd zou eigenlijk zich bewust moeten zijn, wacht even, dit kind ja. zit drie maanden, hoe lang duurt de groeisput? Kan een maand of zo? Twee? Nee hoor, dat kan wel anderhalf jaar of ja. zo. Precies, en dan zou je dus eigenlijk ja. wat voorzichtiger. Of, ja. maar, of, maar dan, dan stel ook de vraag ook aan de, aan de mensen thuis, welke, wie heeft er een meetlat op de sportvereniging? Ja. Ja? Ik heb het nooit gezien. Maar... Nee, en wie houdt het bij, hè? Waar, waar, ja. waar, waar, waar die kinderen zitten in, in, in hun groeispurt? Terwijl het toch heel veel belangrijke informatie uh, uh, geeft. He, en ook of iemand vroeg rijp of laat rijp is. In de puberteit heb je ja, dat. Ja, in de puberteit. Ja. Ja. He, en dat maakt heel veel uit rondom presteren. Want als je een, 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 een jongen van 12, dat hij al zo lang is als een boom... Ten, he, die al vroeg rijp is... en die laat je, uh, laat je hardlopen of fietsen tegen een manneke... wat nog uh, 1,35 bij wijze van spreken is. Of 1,40. Ja, weet je, daar, uh, daar durf ik al een fles wijn op te zetten... dat die grote gast dat wint. Ja. Ja. Want die wint ja. altijd met die lange benen, mis. Massa, eh, eh, en, en, no, meer kracht, meer ja. uithoudingsvermogen. Ja, dat, dat wint altijd. Ja. ja, dus eigenlijk zou je zeggen... ...je moet gewoon daar een correctiefactor op kunnen toepassen... ...of in ieder geval of rekening niet. houden met... Of, of niet, en ik denk in veel, veel gevallen... Hè, ...dat we in Nederland veel te prestatiegericht zijn. Uh, Interessante uitspraak in de slimmer presteren ja. podcast. Hey, als je kijkt bij bijvoorbeeld Noorwegen... ...die heeft het allemaal losgelaten. Al die jeugdcategorieën... Pff, er wordt geen uitslag, er wordt er niks, niks serieus uh, aan, aan opgehangen. We sporten en we sporten in een heel breed uh, hey, de, nou ja, een brede range aan verschillende sporten. Kinderen uh, uh, kennis laten maken. Het is goed voor de motoriek, goed voor hun, uh, hey, voor hun ontwikkeling. En pas later gaan we serieus uh, trainen voor de sport die je zeg maar, later kiest. Ja. Okay. Dus en je in Nederland zegt al, ja? Ja, ja, is het nou nu al heel lastig, als je op je twaalf zegt, Ik ga switchen van sport. Ja, het is eigenlijk al niet meer, niet meer nee, mogelijk. want dan ben je mogelijk. een beginner. Ja. ja, en dan moet je maar hopen dat de vereniging zo breed is. Dat er wat minder is. je weer is, je ergens onderaan in kan stromen. Ja. En dat je zo weer omhoog uh, kan. Ja, dus ik hoor je zeggen: uh, je hebt natuurlijk te maken met groeisport, puberteit, ja. blessuregevoeligheid en oneerlijke verschillen in, in, in kracht- en prestatievermogen. Wat zijn nog meer verschillen om rekening te houden in een, in een sportcontext? Nou ja, je, 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 je hele prestatievermogen hangt van, aan zijn, je, je fysieke ontwikkeling. En als je kijkt naar je, je fysieke ontwikkeling, je, je lengte, leeftijd, gewicht, die drie hangen bij, bij kinderen sterk met elkaar samen. Uh, ja, dat, dat zegt eigenlijk alles over je, over je kracht en je uithoudingsvermogen. En je kan eigenlijk, wat ik net ook al zei, van die, 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 die grote jongen van 12 en de kleine manneke van 12. Hè, zo kan je eigenlijk al heel veel mensen op een rijtje, kinderen op een rijtje zetten en al in heel veel gevallen zijn uitslag opmaken. Ja, ja, en dat kun je ook al doen hè, uh, op uh, wat we noemen een geboortemaand. Hmm. Want. Hè, uh, de, de, dat maakt van hoe hoe, uit op hoe, die hoe die leeftijd. zit dat? Ja, ja als je zeg maar, op 1 januari uh, jarig bent. en je, in, in jouw jaargroep loopt van 1 januari tot 31 december. dat, dat, dat jongetje of een meisje, wat in 1, op 31 december geboren is. Ja. die loopt een jaar achter. Ja. ja dat ja? maakt uit. Dat, dat een jaar? Leeftijd. Oh man. Ja, ja, ja. 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 Voor ja. ons maakt het, de onze leeftijd waar ik weer zoveel uit. Maar die jonge leeftijd maakt het echt enorm uit. He? En er uh, zijn uh, nou ja, enorm veel studies die dan hebben, uh, 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 hebben gekeken. En uh, ja, van allerlei uh, manieren zijn er al bedacht... om nou ja, dat uh, uh, zeg maar, te, te implementeren in, in, in de sport. Dat je daar op een of andere manier toch rekening mee houdt. Maar... Um, Bijvoorbeeld het wielrennen, waar ik, waar ik in zit. Hebben ze nog over de, de, het laatste NK wielrennen: wat er was voor de, voor de COVID, voor de jeugd? Hebben ze analyse gedaan. Uh, uh, als je kijkt dan naar het plaatsen... Uh, zie je alle oververtegenwoordiging... van de kinderen. kinderen... Ja, het e eerste kwartaal van het jaar. Ja, yeah. En als je dan nog gaat kijken bij de ereplaatsen... zie je ook dat... Uh, 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 nou ja, die, die mensen uit het eerste kwartaal... ook bijna allemaal... Uh, alle ereplaatsen worden gehaald door de kinderen... uit het eerste kwartaal. Ja. Dus als je december... Of, nou, zeg maar oktober, november, december... Ja, uh, weet je, je hoeft eigenlijk al, al niet met ambitie... Ja, ja. aan de start ja. te staan... om een, uh, om een medaille bijvoorbeeld bij ja. de eerste... Vijf heeft, ja. zeg maar, en dit tegenaan. maakt uit omdat dit effect natuurlijk uh, doorvergroot wordt of door echoot. Want als jij dan wint in de jongere klasse, dan word je doorgeselecteerd voor een extra talentenprogramma, krijg je meer trainingsuren uh, en zo. Alles, alles wat je extra aandacht geeft gaat bloeien hè? Ja. en uh, dat is wat je, je daarmee, uh, daarmee doet. Want ze zeggen, oh, die is goed, oh, die moet kijken. Ja, die hallo, moeten we die meenemen naar <laughs> uh, die extra training of die moeten ja. we meenemen naar, naar die wedstrijden. Uh, ja. Die krijgen extra eye over zijn bolletje. Ja. Eh, maar ja. We, ja, we krijgen maar moeilijk uit het systeem. Want volgens mij, voor z'n weet je. Ja, vooral van het voetbal is veel in dat onderzoek gedaan. Veel over geschreven. Michiel de Hoogweten van de correspondent mm -hmm. heeft recht. En dan waren er misschien wat proeven dat ze zeiden. Nou, bij PSV willen we het wel eens anders doen. of we willen. Maar uiteindelijk ja lijkt het toch maar heel moeilijk omdat uh, ja echt, uh, ik zag nog een, een vrij recente analyse van fc barcelona ja. van de jeugd hebben ze naar al die jeugd gekeken dan zie je ook de oververtegenwoordiging van zeg maar naar uh, januari tot uh, uh, tot april en daarna valt het helemaal stil en hadden eén speler in de hele jeugd ja. uit december, ja je kan me niet uh, dat is uh, geen dit vertellen dat nee. er dat er uh, dat iedereen in december hè, die in december geboren is, gewoon talentloos is ja. nee. en dan op 1 januari is het weer ja, een nieuwe <laughs> is het weer nieuwe talent is Super uh, ja jammer, spijtig om dat zo te zien. Dus jij zegt uh, eigenlijk aan alle trainers, coaches, helft uh, van talent zijn wel kwijt ja. eigenlijk. Ja. Weet van, nou, van ja, de, de helft ja. misschien wel uh, drie, ja. uh, uh, drie vier dan want ja. we hebben uit het eerste kwartaal. Ja. Ja, ja, ja. Zouden uh, trainers van uh, hun pupillen allemaal weten hoe, uh, wanneer ze geboren zijn en zo? Ja. Nou ja, als je al die, die meetlat niet hebt ja. en ook al niet de geboortedatum Klopt. weet. Ja, dan loop je als, uh, uh, als trainer dan ja. al uh, heel stuk achter. Misschien is het ook maar... goed om uh, de ouders sowieso te kennen. Om te zien van kleine ouders, grote ouders, en een beetje al voorspelling van ah of ja, ja. je dingen al verwacht ergens natuurlijk. Je nou, kan ja, dat, dat is natuurlijk allemaal kijk, voor, al, sommige, voor sommige sporten is het natuurlijk heel erg belangrijk om of om klein te zijn of om heel groot ja. te zijn. Als je een beetje fatsoenlijk wil basketballen, ja. moet je en lang zijn en lange armen hebben. Ja, heb je wel een en Het liefst allebei. Ja. Hè? En, uh, uh, ja, in, in anders uh, ja, ja, je kan je, heel, heel, je het heel erg leuk vinden natuurlijk. Ja. Maar uh, een topper hoor je, je niet nee. natuurlijk. Ik zit wel even te denken met deze vaststelling, want het is ook wetenschappelijk ja. dus onderbouwd. Maar ja, wat kun je eraan doen? Je zit dan maar eenmaal met competitiejaren, seizoenen. Of zou je dan nog weer die klasses ja. door de helft moeten halen? Of zo, dat je, ja, je kunt je seizoen... afvragen: moeten we het wel allemaal zo serieus organiseren? Exact. Als je moet dat het weg wel zal halen? allemaal op dat presteren ja. uh, leggen? En uh, moeten we niet meer be bezig zijn met het ontwikkelen van die van de kinderen? Ja. ja, het voetbal heeft dat natuurlijk wel gedaan, hè, weet ik. Met heel veel commentaar erop. Sinds een paar jaar, volgens mij, beginnen die dan. Eigenlijk eerst met, met, met uh, groepjes van 4 van tegen 4 en dan 5 tegen 5. En dan en... geen uitslag en zo, hè? Deze en altijd is... penalty schieten of ja, uh, dat soort dingen. uitslagen gebeuren, worden niet meer bijgehouden. Maar dan merk je meteen dat ouders die iets hebben... Ja, maar mijn kind is al wat verder dan de andere. Die speelt te laag, die wordt niet meer uitgedaagd. Die gaan toch een beetje uh, ja, kijken van... Uh, is mijn kind hier wel op de plek? Ja. Eventueel andere clubs, die zijn weer wat nou ja. fanatieker erin en dan... Uh... Ja, het is heel lastig om ja. zeg maar, het, oude, het oude traditionele systeem te de-implementeren ja. in, ja. uh, in Nou, in en ik zit ook even te stoeien, want je zegt... ja Enerzijds kun je vaststellen, als je niet in het eerste kwartaal geboren bent... een topper ga je niet worden in dit systeem. Ja. Oplossing zou zijn, nou misschien moeten we eens wat minder prestatie gericht in die onderste regionen. Maar dan is de wedervraag natuurlijk, maar hoe scouten we dan als toptalent? Maar dat is sowieso dus nu de vraag, hè, want... Uh, ja, als je bijvoorbeeld, dan bijvoorbeeld bij Barcelona kijkt, en ze hebben maar één iemand uit, uh, hey, in dat hele, die hele jeugdopleiding uit december. Dan kun je afvragen van, uh, uh, hoe scouten ze? En in Nederland scouten we eigenlijk, hè, wat jullie op de borst hebben, op dat presteren. Ja. Hè? En niet zozeer op echt, je oh, wordt ja, echt op talent. Ja. Want die, 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 ook al ben je in december geboren, je hebt gewoon gewoon talent. Ja. Dus we kijken naar presteren, nou ja, of ze nou ja, hard kunnen schieten, uh, goed kunnen koppen, of hard kunnen fietsen, of ja. hard kunnen lopen. Of in een team zitten. Ja. En Dat uh, maakt het nogal uit als je met allemaal hogere ja. gasten bent. Ja. En dus, wat het mij leert, is dat we eigenlijk heel slecht in staat zijn om echt goed talent te herkennen. En op een gegeven moment heb je sommige talenten die wel boven komen, komen drijven, die bijvoorbeeld uit een andere sport komen. Hè, en die dan uh, nou ja, instromen in, in in uh, in een, naar een andere sport uh, toe. Ja. Uh, maar dat is toch maar heel beperkt dat dat mogelijk is. Hè. Je moet natuurlijk, het moet wel een bepaalde sport zijn waar je hè, uh, die, die skills die je normaal in de jonge jaren uh, opdoet, als je dat niet hebt gedaan, dat je dat, dat toch wel kan. Kijk, zo roeien bijvoorbeeld, hè, dat was voorheen echt wel een, uh, nou, een studentensport. Ja. Ja. Op ja. 18e, jaar, uh, je achttiende, eerste jaar, je verveelde je, je ging instappen en uh, een fanatiek roeien en uh, nou ja, he, 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 en je, je hebt ja. er een paar weken oh, terug he. nog een gezien. Het zijn er Ja, geno ja. ja zo zijn er heel veel, heel veel roeiers. Ik kom oorspronkelijk uh, van de vrije universiteit. Ja, we, er waren heel veel eerst die gingen roeien en die hadden allemaal het idee van: nou, ik wil naar, uh, naar, de, naar, de, naar, de, naar de spelen toe. Ja. En dat was die gingen... nog best wel haalbaar voor Ja, er ook. waren er genoeg die gingen. Nou, de verhaal is natuurlijk dat wielrennen nog steeds. Kijk, zo'n Dumoulin die op zijn zestiende misschien vanuit het voetbal uh, op de fiets stapte. Mm -hmm. Van de pool ook tot later of, of, of gevoetbald lange tijd even in de pool. Dat in ieder geval duursporten, zoals wielrennen en inderdaad roeien. Dat het dan nog wel uh, best mogelijk is om op latere leeftijd dat, uh, ja, maar dat op zijn... te pikken. Ja, wielrennen op de weg, hier in ieder geval is wel uh, een hele maakbare sport. Ja. 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 En uh, met, 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 met trainen en ook, 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 ook slim trainen, uh, kun je daarop op, uh, ja. Nou, ja, op, op, op latere leeftijd nog wel uh, instromen. Maar het we al helemaal, maar we zien he, daarin ook steeds meer he, dat die uh, jongens en meiden op jonge leeftijd al, uh, nou ja, worden. En als je zeg maar uh, te laat uh, instroomt, dan is het best wel lastig om, uh, uh, nou ja, om ergens een ploegje ja, ja. te vinden. Ook bij het wielrennen nu ja. dus, zie je eigenlijk alle verschuiving. Misschien wel dat het steeds moeilijker wordt voor kinderen inderdaad op de 16e, 17e Alla de duim Ja, ja nog, En daar uh, wil ik wel het over zeggen, want er zijn heel veel mensen die nemen dan Tom als uh, een ja. voorbeeld voor iemand. Die op latere leeftijd zijn in is gestroomd. Maar u, die is op zijn 16 ook gelijk KMU-koersen gaan, ja, ja. gaan rijden. En ik denk met fietsen, als je op jonge leeftijd eigenlijk eh, uh, niet koerst. Dat het heel erg lastig is om, om, om aan, aan wedstrijd wielrennen te, te, te mee te gaan doen. Ja. Om te wennen aan die richting. Ja, hectiek ik in de koers veel meer. Maar het, is ook, en... het vraagt echt best te veel. En als je 17-18 bent, dan zijn de wedstrijden al meer dan 100 kilometer. De klassiekers die rijden zo 130 kilometer. Ja, ja weet je, er gaat, zit zoveel tijdsinvestering in. Ja, weet je, als je tot je 16 e niks hebt gedaan. Ja, ja. Hè, en dan opstapt. Ah oh man, dan moet je echt. Uh, ja, je, je moet echt je hele leven omgooien, echt kilometers leren baken. Om, uh, nou ja, om, om dan in, in het fietsen in te ja. kunnen stappen. Dat is een mooi haakje. Voor, Ed, voor de eigenlijk. vraag van ja. Ed Blok. Luister ja. goed. Wij ja. hadden uh, iets eerder in dit seizoen een aflevering over gepolariseerd trainen. Waarin we uitlegden het verschil tussen intensief, uh, middel ja. en laag. En allerlei modellen die erover zijn. Ed schreef ons toen een mail. Hij zei: Veel interesse naar jullie, Potterhaas, geluisterd over polarized training. Als wielertrainer 3, daar zit hij, ja. geef ik wekelijks op woensdag een gevarieerde blokken district. Training zijn dus blijkbaar al geselecteerd aan nieuwelingen en junioren... tussen de 14 en 18 jaar van anderhalf uur. Daar zitten regelmatig rustmomenten bij, waarbij de hartslag weer ruim onder de aerobe drempel komt. Ik denk, maar dan zou ik moeten navragen, dat van de anderhalf uur ze 15 tot maximaal 30 minuten tussen aeroop en anaerob rijden en hooguit 5 tot 10 minuten boven anaerob. Dus dat is super intensief. Denk aan korte sprints van 10 tot 20 seconden, een koppenkoers, wegrijden uit de groep, etc. Gemiddeld. Trainen deze renners 4 tot 12 uur per week. Moet je nagaan, 12 uur, dat, is al, dat haal ik niet eens. Uh, verdeeld over 3 à 4 momenten. En daar komt in het weekend de wedstrijd nog bij. En dit kan een criterium of een omloop zijn van 40 tot 60 kilometer. Of een klassieker van 80 tot 140 kilometer. Je zei het dan. Nu komt de vraag. Nu de wedstrijden weer beginnen, vroegen wij ons af. Of we met deze intensieve trainingen nog door moeten gaan? Veel onderzoek wordt gedaan bij volwassenen. En dit zijn natuurlijk kinderen. En kunnen we deze onderzoeken dus zomaar vertalen naar hen? Uh, of is het een hele podcast waard? Nou, Ed, dit is hem: training geven aan de jeugd. En waar moet je op letten? Wat zijn de valkuilen? Nou, dit is koffie naar je hand, Tim. Ja. Uh, kinderen, volwassenen, wielrennen heb je zelf ook veel ervaring in. Wat zou jouw advies zijn aan Ed? Ja, ik zou nog een uh, ik, ik, ik zou kinderen, volwassenen, ik zou er nog een dingetje tussen zetten. Zijn adolescenten. Ja. Dat is maar 13, 13, 16, 13, 17. Uh, zeg maar meiden, misschien net iets, uh, iets jonger, 12 uh, tot, uh, tot, tot 16. Dus, Daar zie je echt een, een echt duidelijk verschil. Als je gaat kijken, ook nou ja, niet alleen een groei en ontwikkeling, maar ook stofwisseling. Tijdens die puberteit gebeuren er heel veel verschillende processen die de stofwisseling helemaal omgooien. Zeg maar, eh, als je jonge jeugd uh, traint, zeg maar, tot uh, 10, eh, 12 jaar, zie je dat het uh, systeem van die, uh, van, die, van die jongste jeugd, eh, die, 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 die stofwisseling, die lijkt echt op dezelfde stofwisseling als, als een goe heel goed getrainde duursporter. Ja. Dat is zo grap. Echt, die jonge, kinderen, ja, ja. die jonge kinderen zijn echt super vet verbranders. Die verbranden die, die misschien nog wel beter vet dan, 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 dan een goede hardloper. Echt, die zijn er echt enorm goed in. Ja. En die herstellen ook als een, als een beest. Precies, die studie, want daar had ik op mijn lijstje staan, ja. die kwam twee, drie jaar geleden hebben ze onderzoek gedaan ja. inderdaad naar een, een fietstest van, van jeugd en volwassenen. En daar viel dat op dan hoe ja dat zij inderdaad zo snel ook herstellen ja. en dat zij dus eigenlijk Europe gezien echt supergoed zijn en uh, ja dus eigenlijk die zijn je kent ze ook jonge kinderen zijn soms niet stuk te krijgen hè? Om het nee, voetbalveld hockeyveld ja, 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 ja. Ja. die gaan maar door ja. en dat wat jij zegt dat is eigenlijk dus tot aan de puberteit dan is, is dat inderdaad het feit dat zij alleen maar of heel veel rode spiervezels hebben eigenlijk? Is nou, ligt het je, je, daar aan of is het de, Nee, wat, nee uh... je, je spiervezeltype ligt eigenlijk vlak, rond je geboorte al vast. Ja. En dan gaat daar weinig. Precies, zo uh, in, heb ik dat ook geleerd. In, in ja. veranderen. Ja. En weet je, uh, die, die studie die hij uh, 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 aanhaalt. Uh, ja, het is, het is heel erg leuk dat ze het onderzocht hebben. Ik ken ja. onderzoekers ook aardige, aardige mensen hoor. Ja. Maar, um, Ik hoor een maar. Nee, ja. nee er, er, is, er is geen maar. Maar er, het enige maar is, er is niks nieuws onder de nee. zon. Weet je, dat weten we al bijna honderd jaar. Dat die kinderen uh, echt uh, uh, nou ja, enorm goede uithoudingsvermogen ja. hebben. Enorm snel uh, uh, herstellen. En uh, nou, zeg maar, mijn uh, grote voorbeeld altijd uh, in de inspanningsfysiologie bij kinderen was Odette Baroor en ja, die is een, een Israëliër die jaren in Canada heeft gewerkt. Ik heb ook nog eens aan zijn, zijn lab ooit onderzoek mogen doen. En die heb ooit eens een, uh, een, een lezing gehouden. Dat is denk ik alweer uh, 30 jaar geleden. Maar uh, en die had als titel: Er is niks nieuws onder de zon. Ja. En uh, nou, dan had hij een groot internationaal congres uh, die lezing gegeven En alle collega's zaten in, in de zaal. En hij liet zo stuk voor stuk studies zien. die zeg maar, recent waren gedaan. En liet hij zien met studies van 50, 60 jaar ja, geleden. Ja, 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 ja. Dat het helemaal niks nieuws onder de zon was. En dat, is, dat ging allemaal over dit soort aspecten. Ja. Dat kinderen enorm goede metabolen machines uh, ja, ja. zijn en dat ze maar. veel meer kunnen als dat we denken en dat is oh, denk ja, ik de grote ook. maar. Oh, ja. 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 Mm -hmm. Nou ja en ik ga een voorbeeld geven. Ja doe dat, dat en dan is, gaan we terug uh, naar, Ed. naar ja. Ed. Ja ook voor, voor Ed. Maar mijn kinderen waren be begonnen met atletiek omdat we dachten nou dat is goed weet je moeder de sporten. Ja. Hè? En uh, nou bij ons in ik woon al aan de Rijn heb je de twintig van Alphen die hebben ook zo'n jeugd allemaal jeugdloopjes. Uh, 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 dus ik had die oudste van mij, ik denk een jaar of tien of zo... die ik ingeschreven voor vijf kilometer. Die zei, pap, ik wil met jou de vijf kilometer lopen. Ik zei, nou, gaan we doen. Nou, ik kreeg een week van tevoren een mailtje van de atletiekvereniging. Ah ja. ja, het is toch niet de bedoeling dat kinderen vijf kilometer uh, uh, gaan lopen... want dat is veel te ver voor, veel te belastend. Ja, toen dacht ik, uh, hallo... Ik ben uh, hier de inspanningsfysioloog. Je ik het zelf. Ik ben niet alleen of de vader. Het niet, nee, uh, ja, ja. Of, of het wel goed is. Dus ik heb met mijn dochter rollen uh, gelopen. En ik heb afgezien. <laughs> ik denk dat ze beter konden zeggen: vijf kilometer met je dochter. Dat is <laughs> ja. dus, uh, niet goed voor vaders. <laughs> ja. Die ging hard. En uh, terwijl ze uh, ja, het, toch niet zo'n uh, super techniek heeft als lopen. is meer uh, daar, weer, weer geschikt als wielrennen. Dus ze, ze, ze slaat later ook uh, naar, naar het wielrennen, uh, uh, geswitcht. allemaal bij de dochters. Ja. Ook vanwege het feit dat ze bij de atletiek niet mochten hardlopen. Oh, ja. Want het moest allemaal die technische uh, onderdelen en ze wilde gewoon lekker, uh, lekker rondjes draven. Dus, uh... Is dit nou toevallig voor jouw dochter, Tim, of is het algemeen? Ik vraag het je nu ook even als wetenschapper: ja. zijn we in zijn algemeenheid te voorzichtig met ja. kinderen? in algemeenheid zijn we te voorzichtig met kinderen. Want waarom, waar, waarom zou ze niet die vijf kilometer mogen lopen? Oh, ja, waarom? Maar het, uh, het ergste wat er kan gebeuren is dat ze na drie kilometer uitstapt omdat ze denkt dat ze uitstapt of gaat wandelen. Ja. Wat dan ook? Nou, ja. degene die wilde wandelen, ze zit hier. <laughs> ja, ja, Wij we ja. spreken. Ja. Maar dat is met heel veel dingen. Ik heb wel eens uh, contact gehad ook hey, met, met, met de NTFU over het fietsen. Want hey, al die uh, toertochten zijn ingericht op, op mannen eh, die uh, nou ja, een paar euro betalen of heel wat euro betalen. En dan uh, 60 of 80 kilometer gaan, gaan, gaan rijden, een mooie route. Maar uh, het is niet ingericht op families die dat gaan doen. Nee, doe dat je dat met je samen met je dochter of ja. met je zoon uh, ja. samen fietsen. Ja. met je gezin ja ik heb uh, uh, was in, de, in de corona was er hadden ze een, een heel leuk ding hier in in op de Utrechtse heuvelrug in een onder de grevel uh, dacht nou vind ik leuk om te doen maar ja dat was 35 euro per persoon is met z'n uh, vieren ja. ik denk nou uh, uh, drie keer vier keer 35. Uh, ja. dus ik had gemaild, van is er nog een heb familietarief je een yeah. is een familietarief die kinderen gaan toch niet naar afloop bier drinken kom op <laughs> hey, uh, maar ja uh, Nee, dat was het allemaal niet, maar die kinderen kunnen het makkelijk aan. Die vinden het ja. ook hartstikke leuk. Ho ho, wacht even. Eerst even dit. Jurgen, wat is eigenlijk het slimste moment om je fiets schoon te maken? Direct nadat je hem gebruikt hebt natuurlijk. Dus meteen na het fietsen, gelijk sprayen, even laten inwerken, afnemen met een zo doek en klaar. Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat super gemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van Zo. 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling. Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze slimme presteren webshop of via zo schoon.nl. De truc is niet schoonmaken, maar schoonhouden. Ik hoor een drie indeling. je begon waar de kinderen volwassenen? Ja. Toen, nu hebben we gezegd, die kinderen, daar zijn we te voorzichtig mee. Mooie ja. voorbeeld ook naar wedstrijdorganisatoren als die luisteren. Denk eens na over familiepakketjes. Vind ik een mooie boodschap hier. Maar nu naar Ed en zijn adolescenten. Ja. Wat gebeurt daar? Nou In die adolescentie heb je heel veel dat, zeg maar, dat uh, die anaerobe stofwisseling gaat ontwikkelen. Dus dat je uh, spieren zijn beter in staat om. Uh, he, om, om suikers af te breken, meestal me, 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 me zonder zuurstof. Dus he, melkzuur wordt meer uh, 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 gevormd. Nou, en die, uh, die stofwisselingsroute die gaat veel meer ontwikkelen. Ergens tussen je twaalfde en 16. Er gebeurt, er gebeurt heel veel in, 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 in de spier. En uh, nou ja, daarmee uh, uh, ja, moet je eigenlijk wel rekening houden. Ook qua, qua trainen. Want daarvoor. Zeg maar voor die puberteit. Nou, je kan ze gewoon de hele dag laten ja. draven, wordt ook helemaal niet moe. In die puberteit moet je een beetje meer de rekening gaan houden met de. Nou ja, net als met volwassenen, met die zones. En. Um ja, en op een gegeven moment, als ja, ze 16, 17, 18 zijn, ja, dan zijn, zijn ze net als volwassenen uh, te trainen. Dus ze ontwikkelen. Nou, we hebben het er vaak over gehad. De, de anaerobe tank wordt ja. ontwikkeld in, uh, in, ja. tijdens de adolescentie. Ja. Dat heeft voordelen, want daarmee worden ze ook explosiever eigenlijk, krachtiger. Maar zeg je ook, dat betekent ook dat je eigenlijk dan op die manier dat ook moet gaan trainen, juist. Want ja, zonder prikkels. Want, ja, het beschrijft, waarschijnlijk niet, Ed ja. beschrijft dat hij dat doet. En ze vragen is eigenlijk, ik lees de vraag nog een keer: ja. nu de wedstrijden weer beginnen, vragen we ons af of we de intensieve trainingen eruit moeten schrappen. Ja, kijk, wat ik denk als, als wedstrijd beginnen. Wat, wat belangrijk daar is, dat je A, de basis blijft doen. Hè? Dus ook gewoon die rustige kilometers. En ik weet, er zijn heel veel mensen die er echt een bloedhekel aan hebben. Zeker op doen. de wielrenfiets. Ja, en ik heb wel eens toen ik ben een tijd coördinator van de trainer bij, bij, een, bij een vereniging geweest, dat ik ouders langs de lijn Lijnar die boos waren, omdat de duurtraining te langzaam ja, ging. Ja. Daar ja. ja, denk ik, ja, weet je, je snapt er niks van. Uh, <laughs> ga lekker, uh, lekker wat anders uh, doen. Ga koffie drinken. Ja, ja. Ga, 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 ga koffie drinken. Ga een goede podcast luisteren. <laughs> ja, ja, uh, Daar snap je tip. er niks van. Ja. Ja. En ik de um, B, denk ik, dat je uh, goed, moet, uh, goed moet blijven trainen. Dus Ed's training moet hij zeker echt blijven doen. En uh, misschien moet hij ook nadenken van, mo moet ik wel heel veel wedstrijden rijden? En mm. kan ik niet beter uh, 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 goed, goed blijven trainen en iets minder wedstrijden doen? Je hoeft niet elke week uh, het hele seizoen lang wedstrijden te rijden... want daar word je niet, niet beter van. He, daarmee brand je eigenlijk je, je, jezelf meer, uh, meer, meer op. Ik zou zeker woensdag... en misschien moet je gewoon af en toe met die jongens een, een weekend skippen... en ook in, in, in het weekend goed gaan in te vallen. Ah, dus wel die intervallen trainen. Ja, ja. En, en dan zit ik even meedenken aan ons eerste deel van het gesprek... waarin we zeiden, ja, maar wacht even... die wedstrijden in het huidige Nederlandse systeem... moet je die gewoon doen om je punten te sprokkelen... In hoeverre is zo'n wedstrijd dan niet ook de anaerobe bloktraining in zichzelf? Want daar wordt er ook de hele tijd gekoest, optrekken uit de bocht, eindsprinten. Ja, maar dat is alleen maar in droog, vaak in droogte rijden. Ah, Zeker ja. bij de uh, nieuwelingen. Je heb je, je, je natuurlijk 40 kilometer nieuwelingen, dat is startschot. Dat is ja, schaal als een banaan. Ja. En ja. na nu uur het ben gehoord, je gehoord, klaar. Ja. Je ja. bedoelt dan is het gewoon ongecontroleerd dat je af en toe hoog intensief rijdt. Altijd ja, hoog intensief. Al, ja, ja. ja, precies. Te Iedereen veel rijdt. Goeie. Goeie, okay. ja. Ja. En dan heb je niet uh, je, de, 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 de sprints ja. met, de, met, de, met de rust. Er wordt naast niemand beter van nee. heel veel wedstrijden rijden. Dat is een helder verhaal. Dat is wel. Dus jij zegt eigenlijk gepolariseerd of piramidaal of whatever. Hoogintensief training zeker doen, belangrijk. Ja, maar vergeet, maar ouais, vergeet de, vergeet de, de basis eigenlijk. En maar precies, ook de basis. Ja, ja die langzame training. Dat is wat, 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 wat ja. mensen uh, 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 vaak vergeten. Misschien is die woensdag, uh, uh, yeah. ja. weet ik niet of dat de handigste dag is om die intervaltraining ja. te doen. Ik zou misschien zeggen, nou, woensdag doe een duurtraining. Ja, want. Nou ja, voor je weekindeling. Ja, ja ik zit even te denken. Want je hebt dan een zaterdag of zondag jezelf Als je zaterdagwedstrijd ja. hebt. Weet ja, ben uh, je toch maandag rustige duur. Een beetje herstellen, uitfietsen. Ja, zou, ik zou in mijn interval op, op, op dinsdag hebben gedaan. Op oh, ja. woensdag denk ik wat ja, ja. duur. Rust, ja. Donderdag nog wat, ja. wat, wat korte intervallen. Vrijdag wat, 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 wat rust. En zaterdag ja. of zondag racen. Westrijd, ja. Want uh, ook dat is dus duidelijk uh, wat er gebeurt met die adolescentie. Ineens wordt herstel een veel belangrijker ding. Vanwege het aspect van dat die aan natuurlijk veel meer tijd nodig gaat hebben om uh, ook te herstellen. Ja, eigenlijk. ja dus... en wat je, wat je net hadden, de, de duur wordt zoveel meer. Ja. He, bij, de, bij de jeugd, he, als je het over fietsen hebt, die, die, uh, jongen, ze beginnen ook bij, bij acht jaar, dan is het een minuutje of tien. Ja, uh, ja. En, en bij de 14 jaar rijden, ik 35 minuten. Ja. Dus dat mag eigenlijk niet zo'n zo, zo zo naam hebben. En als je dan ziet naar de nieuwelingen en junioren, nou, dan wordt de ja. tijd dat je op de fiets zit, ja, wordt, wordt, wordt echt veel, veel. Ja, moeilijk. dan wordt het echt opgeschroefd ja. aan Dit ja, is niet helder. een vraag aan een inspanningsfysioloog, ja. maar meer aan in je, al jouw ervaring ja. in dat wielrennen. Die duurtraining en langzaam trainen, dat het zo belangrijk is, is al vaak in deze podcast langsgekomen. Dat is namelijk ook voor volwassenen mannen ja. van boven de 40 heel moeilijk. Maar ik kan me voorstellen, hè, ja. maar als je zo net dat beeld schetst van zo'n nieuwelingenwedstrijd. Wat gewoon alleen maar jonge hondentest als vol gas is. Ja. Heb je nog een tip of een truc hoe je nou die gasten ook rustig laat trainen of uh, fietsen? Ja, hoe doe ik het met ja. mijn eigen uh, kinderen? Ja. Wat, wat wij uh, ze in het voorjaar veel hebben gedaan. Uh, auto gepakt naar, uh, naar kroondomein op de kroondomein bij Apeldoorn. Lekker op de gravel fiets, lekker dagje ja, ja, uh, toeren. Je wordt vanzelf wel rustiger. Nou ja, weet je, maar nou je ja, draai je een keer eh, eh, in. Dus ja, dan haal je al heel veel van die, van die, van die snelheid ja. eh, eruit. Ja. Wat, wat ik persoonlijk ook eh, denk. Hè, en vindt duurtraining moet altijd in groepen. Ik denk als je iets uh, alleen kan, is het duurtrainen. En wat je juist niet in groepen moet doen, is in te vallen. Uh, of je het alleen moet doen, is mm -hmm. je in te vallen. Dan kun je beter in een groep doen. Ja, dus even dingen we elkaar doen, mooi op. Ja. Even dingen die we doen, moeten we eigenlijk andersom doen in, 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 in het wielrennen. We mm -hmm. Veel meer omdenken. Ja. Maar jij doet dit als enthousiaste ouder. Hè? Want jij, jouw dochters zijn wel lid van een wielervereniging. Ja. Je hebt twee dochters die ja. allebei wielrennen. Oké, okay, maar dan ga jij als ouder met, met, met z'n tweeën naar het, uh, het, het kroondomein om daar uh, te fietsen? Ja. Of, of... Ja, de, nee, niet met de club. Dus. Niet nee, met de club? Nee. nee, nee, nee. 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 En ja. heb jij daar wel dan discussies over met gewoon de trainers daar of zo? Of van uh, ja. De, je... Ja, ja, genoeg. Ja. Uh, maar uh, wij, wij, wij trainen niet zo vaak op de club. Nee. Ja, <laughs> precies. Eigen plan. Je hebt je eigen plan. Uh... Ja, en, uh, en die meiden zitten nu bij een zeg maar, Club-Onafhankelijke Trainingsgroep. Ja. En uh, dat, dat werkt echt uh, ja. super fijn. Ja. Ja. Is dat nou ook nu het over? Er zijn een aantal van die mythes soms, dat je denkt van nou ja, dit is er misschien één van. Hè? van hoe train je precies? Mag, hoog intensief, ja, dat geef je aan. Maar uh... de andere is krachttraining. Krachttraining voor de jeugd. Uh, Ik heb altijd geleerd, dat mag niet, want nee. dan rem je de groei. Ja, precies. Is dat klopt dat Meneer de fysioloog Ja, uh, dat, dat zijn ook van die fabeltjes. Nooit bewezen. En uh, ja, dat is ergens ingeslopen. Dat, 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 dat die groeischijven kapot gaan door, door krachttraining. Maar, nou ja, dat herken jij niet vanuit je professionele Nee, dat, nee en ook uit, uit, als je kijkt in wetenschappelijke literatuur... is dat nooit, is, is dat nooit beschreven. En, uh, je ziet het alleen staan in van napraatrijen. Mensen ja, die dat ergens weer hebben gehoord van iemand... en uh, dat gaan, gaan, gaan roepen. Maar als je ook gaat kijken naar de impact op die groeischijven van... Zeg maar krachttraining, ja, dat is echt minimaal. Ja. Maar als je gaat kijken wat mensen hè, die volleybaltrainingen doen springen en landen, gewoon bij het volleyballen of bij het basketballen. Dus die impact, hè, die groeischrijven, vele malen groter. Ja, precies. En ook dat is oké. Okay. Of moeten we ja. eigenlijk stoppen met volleybal en basketbal? Nou, ja, komen die uh, allemaal in het ziekenhuis? Ja, misschien met een uh, verstuikte enkel. Maar, ja. maar, maar, maar niet omdat ze klein blijven. Dat zijn juist de, de, de lange jongens en meiden die al die sporten doen. Ja, wauw, hebben dus, we hier dus gewoon weer een mooie fame op ja. die bunk. Nee, het is juist... Helemaal... Kan je wel... Ik kan wel voorzien, kan te veel doen, toch? Te vroeg krachttraining. Nou, ja, of... het ligt er aan wat je doet. Als je veel dingen doet, eigen lichaamsgewicht, core exact. stability. Helemaal nu, in de, in de tijd van bewegingsarmoede, is het echt zo belangrijk dat kinderen wel krachttraining doen in de vorm van eh, eigen lichaamsgewicht, core stability, dat soort dingen. Nou, want dat is inderdaad een groot agendapunt van deze aflevering wat nog open staat. Daar begonnen we mee in de intro. En dat zijn ook maar liefst twee, Artikelen die jij uh, overschreef, naar aanleiding van het rapport Beweeg, het beweegrapport we, voor ja. Kinderen en de belofte: hoe zorgen we voor een sportieve volgende generatie? Laten we maar eens een beetje van de topsport afdalen naar de breedte sport, naar kinderen in het algemeen. Voor uh, mensen die de artikelen van Jurgen of jouw beweegrapport uh, niet helemaal hebben gelezen, wat, wat is de essentie ja, wat is het bevinding? Ik herinner me dat het een, een zesminnetje haalde, de jeugd uh, destijds. En dan heb je op een aantal parameters natuurlijk gescoord. En ik, dat was mijn herinnering dat eigenlijk, als je kijkt naar de, de beweegrichtlijnen, zoals die er zijn voor de jeugd ook. Bekennis voor de volwassenen, hoop ik dat iedereen ze wel een beetje kent. Hè? Ik zou zeggen 20 minuten matig intensief bewegen per dag, toch? Ja, ik nou, ga altijd van twee... Een half twee... Voor, uh, voor de volwassenen en een ja. uur voor, uh, voor kinderen. Oh kijk, nou goed ja. dat je maan ja. En dan ook met uh, aantal spierversterkende en ja, botversterkende ja, oefeningen, ja. denk ik. Dat is hè? eigenlijk wat de richtlijn zegt voor kinderen. Ja. Een uur ja. bewegen. Ja, en uh, met, uh, twee keer in de week. Matig uh, intensief, ja, hè. Ja. Denk He, uh, je, je spier een bot versterkende oefeningen, waarvan wat niemand dat? weet dat, wat, het, <laughs> ja. wat het precies uh, is. Ja. Maar dan kun je denken aan iets als een touwtje springen of zo. Weet je? Dat, uh, dat bot uh, piekbelasting uh, krijgt, waardoor je uh, uh, extra, extra bot aanmaken ja. krijgt, een sterke bot te krijgen. Ja. Destijds denk ik 2015 een 6 min. Hoe, hoe staan we nu in Nederland ervoor als jij uh, ja, een, een cijfer zou moeten geven? Uh, nou, ik denk dat, uh, wat je, dat je ziet, hè, de afgelopen twee jaar, uh, er nog minder kinderen zijn gaan, 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 ja, gaan sporten. dicht. Uh, veel kinderen uitgevallen die, die aan sport uh, 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 deden. Uh, veel beweegarmoede is uh, gekomen door nou, ja, lockdowns, dus, uh, we hadden allerlei uh, nou ja, uh, maatregelen, dat je het alleen maar tot vijf uur s'avonds mocht mm -hmm. sporten en uh, niet in groepen. Nou, uh, we hebben alle, uh, alle, uh, alle uh, maatregelen gehad. Ja, dat is echt wel funest ja. geweest voor uh, de breedte sport. Niet alleen bij kinderen en jongeren, maar natuurlijk ook, ook bij volwassenen, volwassenen. Ja, dus heel Veel verenigingen struggelen met ja, leegloop. Ja, dikke onvoldoende, en, dat en, en, wat, anders, ik, ja. uh, wat ik in mijn dagelijkse praktijk uh, zie is dat heel veel kinderen uh, in, uh, nou ja, in, 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 in twee jaar corona... aardig wat uh, spek erbij hebben gekregen. Je en, ziet dikke kinderen ja, doen we dat gewoon. Ja, ja en nou ja, uh, misschien in gewicht valt het nog wel mee... Maar ze hebben spiermassa verloren. Ah, ja. Spek is ervoor in de plaats gekomen. Om het maar zo te zeggen. Ja. En dat kreeg je er nooit meer af. Oh. Nu, nu spitsen alle... ...willende afvallende ouders hun oren. Je krijgt Niet het alleen vanwege het ja. kind... ...maar en van en zichzelf. En dat heeft ook te maken met die stofwisseling van, van, van kinderen. Hè? Uh, op, op een gegeven moment... ...is je lichaam zo ingeregeld... ...op hoe het is... Ja. ...dat je het er eigenlijk nooit meer af krijgt. Het lichaam doet er alles aan... Om uh, nou, ervoor te zorgen dat je die vetmassa houdt. Ja, Zo okay. zijn we zijn we evolutionair ingeregeld en je kreeg het er nooit meer af. Ja. Alle studies die hebben gekeken naar uh, zeg maar, bewegen om, om af te vallen bij kinderen, jongeren, maar ook bij, bij volwassenen. Laat allemaal minimale effecten dan wel geen infectie. Ja, daar hebben wij inderdaad het ja, ook wel eens over gehad. Maar dan ja. nu kantelen naar de hoop. En dan zoeken wij aan, aan het eind van zo'n podcast toch ook tips. Ik heb een dochter van 11. Jij ja. hebt er zelf een van 12. Ja. Hoe, hoe krijgen we die van de telefoon en van de bank af? Hoe krijgen we ze weer een beetje in beweging? Nou ja, ik denk euh, een belangrijke rol voor de ouders. Neem ze gewoon lekker mee. Als je fietst of gaat hardlopen, neem ze mee. Als je gaat hardlopen in, 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 in ze hebben geen zin om mee te hardlopen, laat ze mee fietsen of zo. Weet je? Neem ze mee naar buiten. Uh, wees de rolmodel. He, ook als je als sporter nog geen, uh, uh, geen kinderen hebt, als je nog jong en ambitie hebt, zeg maar als uh, sporter, nog, he, uh, Olympische uh, ambities hebt, he, uh, ga gewoon uh, ook naar, naar, naar de club, laat je zien. Uh, uh, voor, voor heel veel kinderen ben je een, een rolmodel en geef je ze inspiratie om nou ja, om ook hogere doelen te bereiken in de sport. En zo kun je ook als, ook al heb je geen kinderen, wel impact maken voor een, voor, een, voor een groep kinderen. Door ze, nou ja, door, 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 door ze enthousiast te maken om nou ja, te, te, gaan, te gaan sporten. Dat vind ik wel een, een mooie concrete inderdaad, juist als je wordt doorgeselecteerd, juist als je naar de talentenprogramma's mag, ga toch ook maar gewoon nog één keer in de week bij ja. je eigen clubje trainen. Om je ja, te laten en, zien. Ga ja. een keer met de jeugd lekker. kliniek uh, doen. Kl ja, een kliniek of mee fietsen. of mee, uh, mee lopen. Of, of zwemmen. wat je ook uh, doet voor, uh, 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 voor sport. En ook al ben je maar. Uh, of maar, ben je een regio. of sp uh, uh, nationale sport. en geen Olympische uh, sporten. ja, kan je wel uh, een stuk inspiratie zijn voor. Uh, van, ja, voor, mooi. Voor, je voor, weet nooit voor teamen. wie je een rolmodel bent. Ja. Zit dus er wel even. Inderdaad. Ik loop veel hard en ik heb in de lockdown periode er dagenlang meegekregen op het fietsje. Maar nu uh, is het toch, ja, ik heb geen zin. Ja. Hoe, uh, hoe kunnen we daar nog wat uh, slimme dingen mee doen? Beetje excessiek motiveren of juist niet? Nou ja, misschien is het leuk om te zeggen: Nou, hier in de buurt is een, uh, een, een hardloop-evenementje. Uh, evenementje. Ja. En we gaan. hebt uh, hebben voor... kidsruns. Ja, nou ja, we gaan trainen voor de, voor de vijf kilometer van, van Amerongen of van Leersum of eh, al, al, ik, ik weet niet wat hier in de buurt ja, al, allemaal hier is. Dat. Ja, ja, ja. En dan zeg je, nou, dan gaan we met z'n tweeën daarvoor eh, 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 voor trainen. Ja, en dus eigenlijk, en dat is eigenlijk mijn hele kleine tip, maar heb eens oog ervoor. En als je zelf naar deze podcast luistert, de grote kans dat je enigszins sportieve ouder bent. Ja. Neem die kleine gewoon op sleeptouw. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja. Veel ingewikkelder is het ook niet natuurlijk. En er is toch niks moois om samen met je kind lekker te lopen of te fietsen. Ja, ik vind het goud waard om met mijn, met die meiden van me door, ja. eh, door Nederland eh, te rijden. Ja. ja, dan zullen natuurlijk ouders zeggen. Ja, dat is uh, een rol van de school of zo, hè? Dat oh, krijgen ja. ze toch bij de gymlessen? Maar, de gymles. Ja. willen we daar nog iets over zeggen, Tim? Nou, kijk, uh, ik denk dat die uh, gymleerkrachten heel, heel, heel veel goede dingen ja. doen hoor. Maar ik denk dat uh, je rol als gymleerkracht niet, niet stopt eh, be, 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 aan het eind van die muur. Nee. En uh, dat je ook veel meer uh, kan doen, ook uh, op schoolplein, ook naar, naar school. Uh, ik denk, uh, uh, wat uh, waar, waar ik zelf aan, aan stoor, is maar ook de e-bike. Ik vind het heel erg goed ja. dat mensen op de fiets zitten. Maar als ik naar de jongeren kijk... Als ik door, 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 zelf door Utrecht fiets... Nou, weet je, die, die zetten hem allemaal op maximale power. En het Al die middelbare scholieren ja, op e-bike. En, en, ja. en het is gewoon een beetje in, in, in de lucht peddelen, Ja, weet je, daar krijg je geen conditie van. Nee, ja. Maar werk zie ik het ook. Als ik kinderen heb die dan, zeg maar... Een, over zijn gestapt van de gewone fiets naar, naar de e-bike. Ja, en na een half jaar is die conditie gewoon ingekageld. Ja, nou, dit is een mooi dilemma. Mijn dochter gaat volgend jaar naar de middelbare school. Ja. Nieuwe fiets. Gelukkig geen e-bike. <güls> ja. Maar ik vrees voor de dag dat zij erachter komt dat al haar vriendinnen ja, 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 ja. uit het dorp wel met de e-bike gaan. Ja, het is ook een sociale jungle. Ja, dus ja, ja. als jij niet mee kan fietsen, dan ja. ga je toch heel snel, denk ik, voor je kind een e-bike ja, ja, kopen. Dat, dat klopt. Maar ja, dat is een beetje het sociale gebeuren dan. Wat het lastig maakt. Moeten ik ik dus ze eigenlijk die andere ouders bellen en zeggen: Joh, die ja. dure e-bike moet eruit, want ze moeten met ja, de we, 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 Weet je, we snel fietsie geven aan je dochter. Ja. Dat gaan want die e-bikes gaan niet hadden een 25. Ja, dat is waar. Gewoon een wielrenfietsje Ja, ja. Van je eigen, ik weet niet of je een mooie wielrenfiets heeft. Dan gaat ze daar naar school. Nog niet. Zo'n zware Cortina natuurlijk ja, moeten ze allemaal ja, hebben. Maar ja, dat is ja. wel goed voor de beenspieren. Cool. Jurgen, volgende sportieve generatie. Zie hem voor je. Ik zie hem nog. Uh, nou, als ik zo met, met uh, Tim kijk, denk ik, ja, dan zie ik hem wel voor me. Als we ja. allemaal zulke uh, ouders en uh, dochters zouden hebben die nog. Uh, met... Ja, maar Tim, je, dit is wel leuk. Even verbreden. Jij bent super bevlogen, zoals je hier zit. Ja. En je doet veel dingen in je eigen leven. Je doet veel dingen in je ziekenhuis. Ja. Hoe kunnen Jurgen en ik en al onze luisteraars uh, mee in deze missie? Los van de praktische tips die je al hebt gegeven aan Ed en aan mij als vader. Uh, wat kunnen we doen om deze beweging en deze golf groter te maken? Oh, wat een lastige vraag. Ja, zeker. Ik denk, als we is, is, nu toch het podium dat... hebben. Nee, maar ja, ik, ik denk dat, ik al wel, het voorbeeld die ik gaf, klein beginnen. Hè? Als je ja. bij, bij jezelf begint, dan ja, verbeter je de, de wereld er ja, uh, toch? Uh, ja. al mee. Hetzelfde met een schone omgeving. Als je zelf al die zooi niet weg, uh, weggooit op straat, dan uh, scheelt het toch ook weer. Misschien en is het ook u... niet ingewikkelder dan dat. Hè? Ja. Little by little one travels far, zeggen ze wel. Ja. En, uh, nou ja, ik denk. En, en natuurlijk, ik ben ook een deel wetenschapper. Voor iedereen die met, met jeugd en jongeren werkt. Ja, probeer ook gewoon kritisch na te denken. Jurgen, die doet dat ook al. Al, he, al dat hier in de, in, de, in de podcast. Probeer al die dingen kritisch na te denken. Van, zou dit nou echt wel werken? Of is dit nou weer een uh, verkooptruc van, uh, van, de, van de volgende fabrikant die snel rijk wil worden? Ja. En, ja, uh, yeah, uh, wat, wat ik zelf. Je heel jammer vind is hè, als je gaat kijken welke sportclub dan ook hè, die, die, die jonge, jongens en meiden die hebben eigenlijk de beste trainers nodig ja. hè? en uh, die ouderen en die weet je die, die weten het allemaal wel. <laughs> ja als ik nou kijk naar Ajax je eerste van Ajax die jongens hebben al zoveel wedstrijden gespeeld die hoef je niet meer te vertellen wat ze moeten doen ja, ja nee dus eigenlijk zijn de allerbeste trainers bij de allerjongste ja. eh, mo moeten zetten en nou ja misschien de ouders bij, de, bij het eerste elftal <laughs> he, en, uh, maar dat doen we niet want we zetten uit de slechtste trainers ja. Met de met de minste zeg maar, pedagogische uh, opleidingen, zet op de jongste kinderen. Ja. En ook die, 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 ja, die, die zien wat, die hebben misschien uh, een boekje uh, uh, nou ja, in goed geval uh, gelezen. En die gaan wel wat doen. Ja. En uh, nou, ik denk dat we daar hey, kinderen dit is mee, nog mee wel verloren gaan. Een mooie tip. En niet specifiek voor jou persoonlijk Ed, maar voor mensen zoals Ed, die ja. dus ook zegt. Ik ben districtstrainer, dus waarschijnlijk een goede trainer. wielrennen mm -hmm. niveau 3. Als nou al die goede trainers zich ook de rust toezetten om één. Nou, ik wil niet zeggen. Ik wil zeggen rampenteam, maar dat is het niet. Maar één laag begin jong team erbij te pakken. En Ed, misschien, daarom zeggen ze het niet tegen jou zo, misschien doe je het al lang. Maar als iedere trainer die dit hoort die het nog niet doet, als een mooie trainerstalent is inderdaad ook eens even bij de jongste toepast. Ja, en uh, misschien uh, train de trainer. Hè. Neem, ja. neem uh, uh, als nieuweling junior trainer een, een, een ouder mee die die, die kennis later weer bij, op de jongere jeugd uh, gaat uh, toepassen. Precies, nou tof. Ik, ik denk dat Ed gaat mailen. Jongens, dat doe ik al lang. Dus ja, ja. Uh, dat is niet ja. voor Ed, want daarom is hij zo betrokken. Maar elke andere trainer die dit hoort, raakt nee, hopelijk ook nu geïnspireerd. Uh, het is natuurlijk ook ontzettend al uh, goed hè, als trainer dat je, dat, dat je er zo dat over je de nadenkt. En dat ja, je ja, die ja. vraag stelt en, en jullie uh, een mailt daarover. Dan ben je er al goed mee bezig. Ja. Precies. Nou Ed, die kan je zak steken. Um, voor iedereen die nu denkt, hé, hey, dat is een mooi compliment van Tim Takken. Die wil ik ook wel in mijn zak steken. Dan uh, zal ik eens uitleggen hoe ze dat kunnen doen, Tim. Je kunt ons namelijk vinden op social media. Zijn we de ad slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Maken we van iedere aflevering een post. Ook van deze. Die kun je hartjes geven, die kun je retweeten. Die kan je doorsturen naar mensen. En dus ook op reageren met je vraag. Of je kan ons DM'en. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Unieke link. Die kan je kopiëren, doorsturen, rond Whatsappen. naar alle trainers in jouw vereniging zeggen hé. Hey, dit moet je eens even luisteren, want hier zitten een paar goede tips in. En je kan daar ook reageren. Of je kan net als Ed Blokken ons mailen op post-slimmerpodcast.nl. Een van de leuke dingen die Ed ook heeft gedaan... Ed is vriend van de show. Dat is een van de manieren waarop wij proberen... Uh, nog een keer 100 afleveringen te gaan maken. Met een kleine maandelijkse donatie... te kosten van één kop koffie per maand... word jij ook vriend van de show. Kijk daarvoor op vriendvandeshow.nl vriend slash slimmerpodcast. En dan uh, zien we je graag tegemoet. Jurgen, uh, aflevering 101. Ja. We hebben er nog uh, 1, 2, 3, 4 te gaan. Dan zijn we bij 105. Dat is het einde van seizoen 5. Ja. Smaak naar uh, nog een keer 99. Jazeker. We gaan door, hè? Ja. Mooi man. Ik moet zeggen, deze dynamiek met een fysieke gast hier in ons piepkleine studiootje van, vind ik ook wel leuk. Hoe ja. was het voor jou Tim? Ja, ik vond het echt wel uh, hartstikke leuk. En uh, ik ben ook blij uh, dat het uh, kon. Ja, en, blij uh, dat je gekomen uh, bent. Ik had de deze... aanbieding over Zoom, maar dit is toch veel beter dan, uh, dan ja. met uh, Zoom met jullie hier. Uh, Fijn te horen, goed ja. dat we het zo gedaan hebben. Mooi, ja. tof. Nou, ik denk dat wij vaker op pad gaan met de microfoons. We zullen ook nog wel gasten in blijven zoomen. En natuurlijk zoomen met vroemen. Dat doen we volgende week weer. Ja. En uh, Dan zijn we er hè? Ja. Mooi. Tot uh, volgende week dan. Tot volgende week Jurgen. Dank voor het luisteren. Ja. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.